in Marokko. Hey, dit is de tweede aflevering van Hezzy in Marokko, waarin ik vertel over mijn avonturen, ervaringen in Marokko. Heb jij aflevering 1 nog niet gezien? Ga dat dan zeker bekijken, want ik stopte ergens met het verhaal bij 1 en ga daar dan nu mee vervolgen. Dus heb je 1 nog niet gezien, ga dat doen, want dan snap je alles veel beter. Dus, let's begin. Vanaf het moment dat ik de taxi instapte, toen wist ik het. Ik ben in Marokko. Toen wist ik ben in Marokko. En nu vraag jij je af waarom. Ja, we waren dus met het vliegtuig geland in Marokko. En vanaf daar moesten we de taxi pakken naar het huis van mijn vriend in Tanger. En zoals ik al zei, toen ik die taxi instapte, wist ik, dit is Marokko. Waarom? Nee, bijna van zeggen. Zo, ga ik aan het zien. Om hem precies te zeggen, oma. Het is even aan Marokko, nee. Het begon al fout. Het ging al mis. Of niet mis, maar ik zal jullie uitleggen waarom ik dit zeg. Oké, luister. Ik wilde mijn gordel omdoen. En wat gebeurde er toen? De taxichauffeur keek naar achter en deed zo. En ik dacht, geen gordel. En het eerste wat in mij opkwam op dat moment is, oké, ik mag geen gordel omdoen, want misschien is dat een soort disrespect. Misschien beledig ik dan zijn rijkunst. Misschien denkt hij dan dat ik denk dat hij niet goed kan rijden. Volgen jullie me een beetje? Dat is wat ik toen dacht. Maar ja, weet ik veel. Maar ja, ik dacht in ieder geval, ik doe geen gordel om. Maar wat zag ik toen? Ik keek naar de chauffeur, nogmaals. En ik zag dat hij ook geen gordel om had. En toen dacht ik, wat is dit? En ik vroeg me grappie van, waarom heeft hij geen gordel om? Is dat gewoon normaal hier? En hij zei, je hebt een gordel nodig. Niemand doet hier een gordel om. Tenminste de taxichauffeurs. En ik zei, oké, daar kan ik wel aan wennen. Komt goed, ik ben geen poesie. En toen begon de auto met rijden. Ja, het begon met rijden. En hij reed misschien rond de 100. En ik dacht, ach, lekker snel. Het is toch een snelweg en we mogen hier 100, dus dat zit wel goed. En toen keek ik naar het verkeersbord en toen zag ik volgens mij 50 of 60 staan. We rijden 100 waar we 50 of 60 mogen rijden. Help! Taxi in Marokko in één woord. Ruïna! 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 En dat betekent zoiets als, je weet toch, chaos. Het is gewoon chaos. Zoiets. Ziet maar eens chaos. En dat is gewoon in één woord. Taxi in Marokko. Chaos. Ik was bang. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik vroeg hem van, is dit normaal? Hij zei, ja, dit is normaal. Hou je mond. Doe niet als pussy. En ik zei, oké, cool. Ik ben geen pussy. Hij rustig. En het is een taxi, maar tegelijkertijd voelt het alsof je in een achtbaan zit. Of zo. Een achtbaan / Formule 1 / autorace. Ik weet niet wat. Alles. Deze man race van baan naar baan. Er zijn twee banen, hij gaat naar links, dacht hij weer naar rechts, want daar is iets sneller. Daar is een gaatje, even spookrijden, serieus. Spookrijden, ja? Want er komt tegenlicht vanuit een andere weg. Maar nee, maakt niet uit, daar is sneller, even slow, even. Het maakt niet uit, zij nemen de snelste weg. En ik dacht, wow, wat een verschil met Nederland of andere landen, waar ze juist extra slom doen, zodat ze extra geld uit jou halen. Maar hier doen ze blijkbaar, denk ik, gewoon zo snel mogelijk. Zodat ze zo snel mogelijk weer door kunnen. En naar hun volgende klanten kunnen. En ik was echt in shock. En ik vroeg toen nog, is deze wel iets extremer dan de andere taxichauffeurs? Of is dit gewoon echt gewoon normaal? En hij zei, oké, deze is wel iets extremer. Maar hij is gewoon een topper. Dat is juist goed hier. En ik zei, oké. En toen dacht ik, hé, laat me even op de teller kijken. Maar er was geen teller. Weet je wat zo'n teller waarop staat? Hey, 1 euro, 2 euro, 3 euro. En dan verhoogt de C's en dan weet je wat je moet betalen. Er was geen teller. En ik weer een prik van, oké, waarom? Er is geen teller. Is deze taxi stuk of wat is het? Maar blijkbaar zijn er gewoon taxis zonder teller. En er zijn taxis met teller. En de taxis in Tanger zijn volgens mij, als ik het goed heb, groen. Want ik heb begrepen dat ze in verschillende steden verschillende kleuren hebben. Zoiets, oké. Er zijn groene taxis en witte taxis. En bepaalde taxis zijn duur en bepaalde minder duur. Ik weet het niet meer zo goed. Maar goed. Ondertussen is deze taxi nog steeds aan het racen. Van baan naar baan. Rotondes. Alles racen. Het voelde Formule 1 achtbaan. Nogmaals. Jongens. Mijn hart klopte in mijn keel. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik dacht van wow, wat is dit. Ik was helemaal overdonderd. Oké, uiteindelijk kwamen we aan in Tanger.
Ik nog steeds geschrokken. Bezweten. Serieus. En dit is geen grap, want dat was ook super heet natuurlijk. Heel heet. Ik was bezweten. Geschrokken. Alles in één. We moesten voor die rit 200 dirham betalen. En dat is ongeveer 20 euro. Maar eigenlijk is die rit 100 dirham. En mijn vriend zei al van tevoren van, hij gaat 200 zeggen, maar het is gewoon 100 of max 150. Dat komt wel goed. Ik ga gewoon 150 betalen hoor. Eindstand kwamen we aan, hebben we alsnog 200 dirham betaald. Je was toch zo stoer, Nasser? Blijkbaar niet. Maar goed, dat is dus mijn eerste taxirit in Marokko. En ik was geschrokken en ik vond het allemaal heel snel gaan. Hij raced van baan naar baan, van dit naar dat, van zus naar zo, neem de kortste wegen. Maar ik dacht, hé, is wel tof. Want ze besparen jou eigenlijk geld. Want hier doen ze allemaal op hun lei dakje. Maar je wilt gewoon snel op je bestemming zijn, toch? En ik ga jullie nog meer vertellen over veel andere dingen. Maar ik ga het nu even hebben over de taxis in Marokko. Want na mijn eerste taxirit had ik natuurlijk nog meer ritten. En ik raakte gewend aan het tempo. Maar de eerste taxi, die eerste taxichauffeur was het snelst en deed het beste. Dus uiteindelijk werd alles sloom voor mij en was ik juist van, hey taxi, sneller man, hey Nasser, wat is met hem man? Laat hem, zeg hem sneller man, we hebben haast. Terwijl die andere taxis gewoon ook snel gingen, maar gewoon niet zo snel als die eerste. En ik was niet meer geschrokken, ik was niet meer bang, ik was juist van, hey tempo! Die eerst o zo enge achtbaan is spannend geworden. Nu was het van, hey Nasser, ja. Hey, lekker hè. Ja, tegenliggers. Oh, raken we niet. Hup, hier naar rechts. Hey, maar links. Het werd ziek, het werd leuk. En taxis in Marokko zijn iets wat anders. Weet je waarom? Ik zag gewoon taxis met 8 mensen binnen. 8, 6, 5, 7. En ik ben nu serieus. Dit is geen grapje mensen. Dit is geen grapje. In een taxi passen eigenlijk 1, 2, 3, 4 mensen. Maar daar gaat het anders. Je ziet gewoon hele gezinnen gepropt met z'n allen knus op de achterbank. 1 voor, 5 achter. Volgens mij heb ik zelfs soms meer gezien op schoot. Het maakt allemaal niet uit. Kom maar allemaal mee jongens, kom. Deze chauffeurs denken gewoon, waarom zou ik geld laten gaan omdat niet iedereen mee kan? Want als niet iedereen mee kan, komt waarschijnlijk niemand. Dus ik neem iedereen mee. Ga met je zes op de achterbank. Ik zit toch lekker hier. Ik zit relaxed. Jullie zitten minder relaxed. Jullie geven mij hetzelfde bedrag. Ik doe dat. Topinstelling! Deze taxichauffeurs zijn echt op hun geld. Wat ze ook doen. Ik zat altijd met Nasser in de taxi. Dat is 2 mensen. En dan zijn er nog 2 plekken. Nou, in Marokko dus nog 5 plekken. Maakt niet uit. Maar in ieder geval, wat doen ze dan? Er zijn dus mensen langs de weg die op een taxi wachten. En er zijn het mensen die hun hand opzetten van, hey taxi, taxi. En terwijl Nasser en ik, mijn vriend en ik, nog in de taxi zitten, stopt deze taxichauffeur langs de weg en zegt, hey, waar ga je heen? En deze persoon zegt, nou, ik moet daar en daarheen. Als dat op onze weg ligt, op onze weg, degene die erin zitten, dan worden zij meegenomen. Zo van, hey, ik moet er toch langs, of ik ga toch die kant op, je kan mee. Kom maar achterop bij mij. En in het begin begreep ik dat niet. Ik dacht, hè? Waarom werkt dat zo? En toen dacht ik, oké, nou ja, hij is gewoon op zijn knaken. Hij is op zijn geld. Snap je? Hij is op zijn tenagin. Zijn geld. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar niet. Tenagin. Oké, maar het kan dus voorkomen dat jij met je vriend Kees zit en dat Petra en Annabel, die je niet kent, erbij komen zitten. En dat is natuurlijk anders. Maar dat kan gewoon. And it's all good. Maar deze taxichauffeur stopt dus echt bijna overal. Voor iedereen die stopt. Van hey, taxi, taxi. En hey, waar ga je heen? Oh nee, niet op onze weg. Sorry. Weg. Hey, nee, niet op onze weg. Sorry. Hey. En dat gewoon de hele tijd door. Maar goed, genoeg over die taxis. Op een gegeven moment moest ik ergens oversteken. En dit was mijn eerste keer oversteken in Marokko. En zelfs het overzeker is daar anders en je wilt niet weten hoe dit ging. Sorry jongens, ik ga vertellen hoe het ging in episode 3. En die kan morgen komen als jij dat wil bij 1000 duimpjes omhoog. Drop ik hem sowieso morgen en dan sowieso. En anders drop ik hem misschien morgen. Maar in ieder geval, dan drop ik hem gewoon morgen. En dan kan je die morgen zien en dan praat ik weer over mijn avonturen in Marokko. Ik heb het nu vooral over de taxis gehad. Volgende aflevering komt er veel meer. Dus wil je dat zien, laat een duimpje omhoog achter. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om alles als eerste binnen te krijgen. Abonneerlink staat in de beschrijving. En voor deze wil ik zeggen, vond je dit een leuke video? Laat het weten. Laat weten in de reacties wat je ervan vond. En laat weten wat je wilt dat ik nog moet zeggen. Dat ik nog ga zeggen. Oké, doei!